Dank u wel. Ik wilde u een update geven en eigenlijk op twee dingen speciaal ingaan. Dat zijn de opening van de scholen en de risico's. En ik wilde u meenemen met de scenario's voor de toekomstige weken en de risico's die we daarin zien. Tegelijkertijd zal ik u natuurlijk een update geven van wat er gaande is met COVID. Nou, eerste dia denk ik bekend, hè, maar inmiddels meer dan 100 miljoen besmettingen. En u ziet dat, daar wil ik ook wel op wijzen, de verhouding met betrekking tot personen die ziek worden. Personen die het ziekenhuis ingaan en naar de IC moeten. Dat zal een, hè, daar ziet u nu de schattingen van de percentages. Dat zal de komende tijd gaan veranderen vanwege de gevolgen van vaccinatie en gevolgen van afweer die men natuurlijk opbouwt als men COVID heeft doorgemaakt. Dus die verhouding die kan de komende tijd wat veranderen, maar dit is de ongeveer de verhouding die we momenteel zien. Allereerst de huidige epidemiologie. Aan de linkerzijde het aantal gemelde besmettingen, waarvan u ziet dat die weer behoorlijk zijn gedaald afgelopen week met ongeveer 20%. Die daling die zet hopelijk nog verder door. We zien natuurlijk wel een golfbeweging in, dus daar zien we nog een redelijke daling. U ziet tegelijkertijd aan de ziekenhuisopnames dat dat minder snel daalt. Dat loopt natuurlijk ook achter, maar dat daalt wel minder snel. En u ziet ook aan de bedbezetting dat ook daar eigenlijk naar een plateau gaat tot een lichte daling toont. En als je bijvoorbeeld naar de IC-opnames over de week kijkt, zie je zelfs een hele geringe toename. Dat zijn natuurlijk getallen die nogal wat wisselen, maar die duidelijk achterlopen op de meldingen. Met betrekking tot de tweede golf en de verspreiding van de gevallen over de afgelopen twee weken ziet u hier de kaart van Nederland met aan de linkerzijde weer de meldingen, aan de rechterzijde de ziekenhuisopnames. Dit is een beeld dat komt later terug met het reproductiegetal, waarbij we zien dat eigenlijk de gevallen door heel Nederland optreden. Er zijn natuurlijk altijd een paar zogenaamde hotspots die dan opkomen. Maar eigenlijk is de situatie over heel Nederland redelijk gelijk. Met betrekking tot de testen en het percentage positieve testen, hier weer de getallen. Ook wat betreft het aantal testen, dus het aantal mensen dat zich laat testen, zien we een afname van ongeveer 22% over de afgelopen week ten opzichte van daarvoor. We zien dat het percentage testen, omdat ook de positieve meldingen, zoals ik net heb laten zien, met ongeveer hetzelfde getal afnam, dat blijft dus ongeveer positief en dat ligt nog rond de 11,4%. Wat ons betreft is dat percentage nog steeds te hoog. Hè. Dat willen we eigenlijk conform ook de WHO-gedachte erover op ongeveer 5% hebben, omdat je dan het idee hebt dat je voldoende sensitief test. Dus dit suggereert natuurlijk toch dat lang niet iedereen met klachten zich laat testen. Dan zou je eigenlijk dat percentage positief een stuk lager verwachten. Nou, met betrekking tot de verspreiding over de veiligheidsregio's, eigenlijk ook het bekende plaatje, denk ik. We zien eigenlijk afnames in alle regio's. En in de tabel aan de linkerzijde ziet u, zeker als u straks vergelijkt misschien met de getallen van vorige week, dat we natuurlijk veel meer groene blokjes zien. Dat zijn de regio's met getallen die per 100.000 onder de 150 per week zijn gekomen. En ja, ongeveer is dat inmiddels de helft van de veiligheidsregio's. Er zitten dus nog verschillen, want sommige zitten daar duidelijk boven. Maar grofweg de helft zit nu onder die 150. En ook daar zien we dus het doorwerken van de afname van het aantal meldingen. Gemiddeld zaten we afgelopen week op ongeveer 160 per 100.000. Vorige week, zult u zich misschien herinneren, zaten we nog boven de, of tegen de 200 aan. Nou, met betrekking tot het aantal klachten. En dit is een website van het RIVM waar mensen zich kunnen aanmelden. U ziet dat rechtsboven staan, waar ongeveer 18.000 personen inmiddels meedoen. En die geven eigenlijk een aantal keren op, ook per week, of ze klachten hebben die zouden kunnen passen bij COVID. Daar hebben we gezien dat dat rond de 3% lag, maar eigenlijk sedert de kerstperiode is afgenomen. Misschien nog een klein blipje geweest, maar dat is met ongeveer 50% afgenomen. Dus dat betekent dat ook onder de bevolking klaarblijkelijk het aantal personen met klachten van bovenste luchtweginfectie afneemt. En dat is ook weer consistent met het beeld wat we zien met de afname van testen en ook afname van positieve getallen. Positief geteste personen.
Rechtsboven ziet u dan op de grafiek de verspreiding over Nederland van dit soort klachten. En rechtsonder ziet u de verspreiding van het aantal personen dat meedoet aan dit systeem. We moedigen iedereen aan om zich hiervoor in te schrijven, want dan neemt de voorspellende kracht natuurlijk ook toe. Maar in ieder geval consistent met het beeld van wat afname van testen, ook afname van klachten wel. De spreidingen over de leeftijden, ook een grafiek die elke keer eigenlijk terugkomt. Ook daar zien we nu eigenlijk voor alle, als je de verschillende weken naast elkaar zet. En deze geven voor de staafdiagrammen week 52 tot en met de vierde week weer. Ook daar de afname. Je ziet dat er nog twee groepen net boven die 200 per 100.000 komen. Dat is de 18 tot 24-jarigen en de 50 tot 60-jarigen. Overige groepen zijn daar inmiddels ondergekomen. En u ziet eigenlijk de trend omlaag inmiddels wel bij alle leeftijdsgroepen. Ja, dan kom ik bij twee plaatjes waar ik ietsje langer wilde stilstaan, omdat dit ook een achtergrond geeft. Misschien met betrekking tot het advies van het openen van het primair onderwijs en en de kinderdagverblijven. U ziet hier twee matrices met de bollen. En die bollen die geven de grootte van de aantallen weer, die zich op dan die kruispunten zich bevinden. En waar u hier naar kijkt, in de periode voor de schoolsluiting en in de periode na de kerstvakantie, op de x-as, dus op de onderste as, staan de leeftijd van personen die in een gezin bijvoorbeeld de indexcase waren, dus het eerste geval, en leiden tot secundaire gevallen, ofwel in het gezin ofwel erbuiten. En de leeftijd van die secundaire gevallen, die staan op de y-as. Dus als u dit bijvoorbeeld volgt, en ik neem u dan even voor het gemak mee met de leeftijdsgroep 13 tot 18, dan zit u aan de linkerkant eerst een piepklein bolletje, dan nog iets klein, dan ziet u een wat grotere geel gekleurde bol, en dan worden ze weer wat kleiner, en dan ziet u twee rode bollen weer van enige omvang. De interpretatie daarvan ziet u helemaal rechts. Zo'n gele bol duidt qua grootte aan het aantal paren wat we daarop konden matchen, en in de kleur duidt het aan waar de besmetting plaatsvond. Dus je ziet bijvoorbeeld dat van de 13 tot 18-jarigen, dat die leeftijdsgenoten op de y-as, ook de 13 tot 18-jarigen, dat die vooral buiten besmettingen overdragen. En als u dan omhoog gaat, dan ziet u dat dezelfde groep ook hun ouders besmet, maar dat natuurlijk vooral binnen zal doen, en dat zijn de rode bollen. Tegelijkertijd ziet u dat als je naar de hele grafiek kijkt, dat gemiddeld genomen de meeste besmettingen plaatsvinden naar leeftijdsgenoten toe. Dat ziet u omdat de bollen in de diagonaalas eigenlijk het meest prominent zijn. Dus mensen van 40 zullen het meest geneigd zijn naar 40-jarigen over te dragen, 50 naar 50-jarigen, et cetera. Dat is natuurlijk ook begrijpelijk. Daar zitten ook de contacten, daar zitten de partners, echtgenotes. Dus dat is ook eigenlijk een vanzelfsprekendheid. En u ziet aan de kleur dat dat dan vooral binnen plaatsvindt. Nou, waar het nu wat betreft kinderdagverblijf en het primair onderwijs omgaat, zijn de twee meest linkse rijen in beide grafieken. Dan valt allereerst op dat de bollen in die rijen, zowel voor de schoolsluiting als ook na de schoolsluiting, aanzienlijk kleiner zijn dan de overige bollen. En dat wil zeggen dat als een kind van 4 tot en met 12 besmet is, dan ziet u dat hij een aantal secundaire besmettingen geeft. Weinig naar leeftijdsgenoten en ook weinig naar ouders, wanneer je het vergelijkt ten opzichte van de oudere kinderen. Nou, dat is eigenlijk een basis waarom de algemene conclusie is dat kinderen op het kinderdagverblijf, en dat is de meest linkse rij, en de kinderen op het primair onderwijs, die kunnen besmet worden. Die kunnen ook doorgeven, maar je ziet wanneer je het beeld vergelijkt met de bollen bij de andere leeftijdscohorten, dat dat minder is dan bijvoorbeeld de groep 12 tot 18-jarigen en ook minder is dan andere bollen die erna komen. En je ziet bijvoorbeeld ook dat ouders vaker hun kinderen besmetten, want dat zijn dan de horizontale lijnen bij de leeftijd van de ouders, dan kinderen hun ouders. Wat tevens blijkt dat die bollen wel wat afnemen na de schoolsluiting. Dus er is natuurlijk een effect van de maatregelen geweest. En dat kunt u zien door de twee blauwe gebieden met elkaar te vergelijken in de twee grafieken. Maar feit blijft dat de bollen met betrekking tot kinderen van
kinderdagverblijf en van het primair onderwijs aanzienlijk kleiner zijn dan de overige bollen. Ze dragen dus minder bij aan overdrachten waar je dat kan koppelen. En dat ze het deels naar elkaar doen, deels naar hun ouders, dat is wat je hieruit kan afleiden. Nou is dit natuurlijk in de periode gemeten voor de introductie van de Engelse mutant, zult u zeggen. Daar heeft u gelijk in. Maar wat we van de Engelse mutant zien, en niet alleen wij, maar dat zijn ook gegevens uit bijvoorbeeld Denemarken, uit bijvoorbeeld Engeland, die soortgelijke analyses doen. Dat daar weliswaar de overdracht dus wat gemakkelijker lijkt plaats te vinden. De mutant is waarschijnlijk besmettelijker. Dat zou zich dan uiten in de toekomst in wat grotere bollen voor die mutant. Maar wat we tegelijkertijd zien uit al die gegevens is dat de verhouding tussen kinderen en ouders daar niet wezenlijk door wordt beïnvloed. Dus ook daar geldt dat kinderen besmet kunnen worden, dat kinderen klachten kunnen krijgen, die overigens voor de duidelijkheid over het algemeen milder zijn dan bij de ouderen. Dat geldt ook voor de Britse variant, maar uiteindelijk is dit het beeld wat zich opdringt. Dus dit ook even betrekking tot de achtergrond, want u kunt begrijpen dat toen het OMT ook deze getallen ziet, dan zie je duidelijk het verschil tussen die hele jonge leeftijden, het voortgezet onderwijs en de overige leeftijden. Een belangrijke reden om te zeggen dat het in de kinderdagopvang en op dat primair onderwijs, dat we daar meer zouden kunnen toestaan. Dan is de tweede vraag, die richt zich bijvoorbeeld op, zijn dan de leraren speciaal at risk? Nou, daar kunnen we natuurlijk alleen maar laten zien wat we tot nu toe daarvan verzameld hebben. Dat ziet u eigenlijk op deze grafieken weergegeven. Dit geeft per week, per doelgroep. Doelgroep leraren van het kinder, of leraren, dat zijn dan begeleiders van het kinderdagverblijf, leraren van de lagere school en van de middelbare school, maar bijvoorbeeld ook van zorgverleners boven in ziekenhuizen en in verpleeghuizen. Contactberoepen zoals kappers en de overige contactberoepen. U ziet hier voor een aantal doelgroepen weergegeven, het aantal testen dat wordt gedaan en de rode lijn geeft aan het percentage dat positief is bevonden. En wat uit deze grafieken in ieder geval volgt, is dat tot nu toe de leraren, zowel en ook de begeleiders en medewerkers in een kinderdagverblijf, zeker niet hoger scoorden ten opzichte van andere beroepen. Sterker nog, over het algemeen zitten ze er wat onder, maar dat wordt misschien subtiel. Maar je ziet dat bijvoorbeeld mensen van beroepen zoals brandweer en politie en dergelijke eigenlijk altijd wat hoger scoren en zeker groepen uit de verpleeghuizen en ook uit ziekenhuizen. Het zijn misschien subtiele verschillen, maar ik laat het u vooral zien dat hier toch in ieder geval uit volgt dat leraren niet meer dan andere beroepen geraakt lijken te zijn. Dus dit even met betrekking tot kinderen, waar we hopelijk hebben laten zien dat kinderen kunnen ziek worden, kinderen kunnen het doorgeven. Ze geven het door aan leeftijdsgenootjes, ze geven het ook door aan hun ouders. Omgekeerd is ook het geval. En als je de kinderen als groep ziet, met name de groep van de kinderdagopvang en het primair onderwijs, dan ziet u dat die bollen aanmerkelijk kleiner zijn dan de overige groepen, dus het gebeurt minder. En ze hebben gelukkig ook mildere ziekten. En u ziet hier wat betreft de leraren, ook die kunnen natuurlijk positief worden. We weten dat die natuurlijk soms ook in het huishouden, soms ook leraren onderling, maar ook wel leraren door kinderen besmet kunnen worden. Maar al met al zijn die percentages zeker niet hoger dan voor een heleboel andere beroepen. Dan neem ik u kort mee naar wat we eigenlijk ook steeds laten terugkomen. Dat zijn waar kunnen we nou de settings identificeren waar besmettingen optreden? Nou, dat doen we via dat bronnencontactonderzoek. En dan is de eerste grafiek altijd bij hoeveel, in welk percentage van de gevallen slaagt de GGD erin om gerelateerde gevallen te vinden. Nou, u ziet dat in de rode balk links weergegeven ongeveer 60% is. En als je dan kijkt in welke settings gebeurt dat, dan ziet u eigenlijk dat niet veel veranderd is in de afgelopen weken. Dat gebeurt primair de overdracht binnen het huishouden, maar dan is het daar dus in geïntroduceerd. En van waar wordt het geïntroduceerd? Dan ziet u hier dat respectievelijk toch de contacten zijn. Contacten in de zin van bezoeken van huishoudens aan elkaar of van vrienden en familie. Vervolgens de werksituatie, dat men toch naar het werk gaat en daar al dan niet
bij de koffiecorner of bij besprekingen dat daar besmettingen optreden. En tenslotte in verpleeghuissetting, dus dat is meer geïnstitutionaliseerd. Kunt zich voorstellen dat ook daar makkelijker besmettingen overdragen. Dat zijn de drie hoofdgroepen. Als je dan naar clusters kijkt en ongeveer 1 op de 3 van deze groep treedt op in een cluster. En een cluster wil alleen maar zeggen dat er dan tenminste 3 besmettingen aan elkaar kunnen worden gekoppeld. Terwijl dit deels ook gewoon 2 besmettingen zijn. Nou, als je naar de clusters kijkt op de volgende pagina, dan ziet u in kleur weergegeven voor de verschillende leeftijdscohorten waar die besmettingen dan optreden. En voor de leeftijdscohorten houdt hierin dat alle besmettingen in dat cluster in dat leeftijdscohort zitten. He, dus wanneer een cluster bestaat uit kinderen in de leeftijd van 13 tot en met 17, en dan vallen ze dus in de rij, in de grafiek in het midden aan de bovenzijde. En zo geldt het ook voor de andere clusters. Dit gaat om dezelfde leeftijden. Nou, dan komt hetzelfde beeld terug wat ik u eerder heb laten zien. He, voor kinderen is dat bezoek, was het school. En u ziet ook de periode van de kerstvakantie daarin terugkeren. En vrije tijdsbesteding, waarvan ik eerder had laten zien dat er ongeveer een kwart met sporten was. En u ziet voor de ouderen is het veel meer bezoek en dan thuisverspreiding en gedeeltelijk ook werk. Hetzelfde beeld als eerder. Als ik dat hetzelfde doe met betrekking tot leeftijd, tot clusters die door alle leeftijden heen gaan. Dus dat wil zeggen bijvoorbeeld een ouder met kinderen. Hè, dan heb je verschillende leeftijdscohorten bij elkaar. Dan krijgt u dit beeld. Ja, ook in het pictogram geprobeerd nog even te illustreren. He, wat natuurlijk vaak gebeurt is dat men iemand tegenkomt, daarmee in contact komt, de overdracht van het virus plaatsvindt en die persoon die gaat terug naar zijn huishouden. En binnen het huishouden geeft hij meerdere personen in het huishouden de infectie door. Dat ziet u binnen de huisjes aan de bovenzijde weergegeven. En die overdracht naar zo'n persoon in een huishouden toe, dat gebeurt dan door bezoek, dat gebeurt dan door werk en dat gebeurt door bijvoorbeeld school en ook deels door, maar in mindere mate, door sporten. En het belang daarvan ziet u aan de linkerzijde. En als u deze grafiek ook vergelijkt met even de grafiek op de vorige pagina, dan ziet u dat de y-as, dus het aantal clusters, hè, want dat ziet u hier weergegeven, het aantal clusters, hier natuurlijk vele malen hoger is. Hè. Deze grafiek loopt over de 1500 en de grafiek op de vorige pagina kwamen niet verder dan ongeveer 500. Nou, van die clusters kan je tenslotte ook de clustergrootte weergeven. Want u kunt zich voorstellen, binnen een huishouden zal dat natuurlijk altijd beperkt zijn tot het huishouden. Dat is meestal natuurlijk een handvol. Overigens ziet u daar dat dat soms ook over de 100 gaat. Dat zijn dan bijvoorbeeld huishoudens in de zin van een studentenflat. Hè, dat komt natuurlijk ook voor. Maar gemiddeld zijn de clustergroottes, u ziet 1 en 2 aangegeven. 3 tot groter, maar er zijn er een aantal die, zoals u hier aangegeven ziet, daar uitschieten. In totaal zo'n 7000 clusters. De analyse loopt altijd wat achter, dus dit is tot en met de eerste week van januari. En gemiddeld met de minimum en maximum ziet u daar linksonder weergegeven. Dus het gaat niet alleen om het percentage dat in clusters is, kunt u zich voorstellen, maar uiteindelijk ook om het totale aantal personen dat zo'n cluster betreft. En we hebben bijvoorbeeld eerder gezien, dat heb ik hier ook wel geïllustreerd, dat voor de horeca gold dat ze bijvoorbeeld 5% van de clusters veroorzaakten. Maar wanneer je bij het aantal personen keek, was dat altijd beduidend groter dan de clusters die u hier ziet. Vandaar dat zo'n bepaalde groep dan toch meer uiteindelijk bij kan dragen. Nou, dan, voordat u verder gaat, een technische vraag, mevrouw Aagma. Bij de plaatje 14, waar u het cijfer 2 bij heeft gezet, betekent dat als het gaat om school en kinderopvang, dat daar cluster is aangetroffen van meer dan 1000 of 1114? Ja, ik kan het hier vandaan natuurlijk niet meer lezen en ik heb het niet voor me. Dus, De heer Van Dissel. Ik heb ook even een technische vraag op plaatje 13. Daar staat bij de clusters 15.000. Ik hoor de heer Van Dissel zeggen 1500. En volgens mij is 1500 bedoeld. Er staat een factor 10 te veel in die figuur. Klopt dat? Eerst even de vraag van mevrouw Aagma op bladzijde 14. Ja. De scholen. Hè, daar ziet u die 1114. Dat bedoelde u staan.
Ja, betekent dat dat er een cluster is aangetroffen van 1114 personen? Nee. En dat, daarom zit dat, dat vinkje erboven, dat staat links uitgelegd ook. Hè. Dat komt omdat je soms ook, worden de clusters als ketens gezien. Hè. Dus even als voorbeeld, nou, laten we even de analyse nemen van het Lansingerland recent. En dan vind je een cluster op één school. Die school die blijkt gelieerd te zijn aan een andere school, waar dan ook een deel is doorgegeven. En dan krijg je daar ook weer een cluster en dat leidt tot zo'n getal soms. He, dus dat is inderdaad niet één locatie, maar dat kunnen meerdere locaties zijn die zijn gekoppeld. En dan de vraag van de heer Wassenberg, dat ging nog even op bladzijde 3. Bladzijde 13, dat er een factor 10, een fout is gemaakt van factor 10, dat het 1500 moet zijn in plaats van 15.000. Ja, heeft u gelijk in. Dit, ja. De heer Van Dissel, u vervolgt. Ik heb een andere bril nodig om het daar te zien. Goed, dan nog kort de oversterftegetallen. Nou, die ziet u hier weergegeven. Ik heb dat vorige week ook laten zien, dus dit is even een update ervan. Maar je ziet dat de oversterfte vooral plaatsvindt, zoals we natuurlijk ook eerder hebben gememoreerd, in de hoogste leeftijdsgroepen. En dat tot en met de eerste week of tot en met de weken van januari ook nog doorging. Dat wilde ik u hier eigenlijk mee laten zien. Aan de rechterzijde ziet u dat weergegeven per dag. Maar dan vanuit de gevallen die in Osiris gemeld worden. Dus die zijn zeker niet compleet, maar die komen wel overeen, ziet u ook, met de piekjes, met de meer complete gegevens aan de linkerzijde. Dus om de epidemiologie kort samen te vatten, we zien een afname van het aantal meldingen, afgelopen week zelfs 20%. We zien een afname van klachten, ook een afname van testen. En daardoor een gelijk percentage positieve testen. We zien het in de ziekenhuizen minder enthousiast dalen. En zeker wanneer je naar de bedbezetting kijkt, waar natuurlijk ook met name langdurig opgenomen patiënten het beeld bepalen. Dan zie je daar eigenlijk dat het meer stabiel is dan dat je nou echt van een afname kan praten. En ik heb wat gezegd en geïllustreerd hopelijk over besmettingen op scholen en schoolleeftijd. Leraren ten opzichte van andere beroepen en over de oversterfte. En ik wilde u nu meenemen naar de toekomst, de voorspellingen en de getallen die we daarvoor gebruiken, die natuurlijk, zoals u zult zien, ernstig door de Britse variant worden beïnvloed. Nou, allereerst het reproductiegetal, hè, dus met andere woorden het getal dat iets zegt over het aantal secundaire besmettingen ten gevolge van een geïnfecteerde persoon. Nou, die berekenen die berusten op de eerste ziektedag van de melding in Osiris, dat is boven weergegeven. U kent denk ik de grafiek inmiddels. U ziet dat het reproductiegetal dat we definitief kunnen maken op 15 januari, maar niet op meer recentere datum, dat het op in ieder geval onder de 1 was en op de 0,97 lag. In de grafieken daarboven ziet u dat de spreiding over Nederland eigenlijk relatief gelijk was. Hè. Er zijn niet gebieden die er wat dat betreft uitspringen. Waarin vertaalt dit reproductiegetal zich onder andere? Hè, dat zijn het aantal besmettelijken, aantal personen dat op een bepaald moment ziek is. Dus dat is niet een incidentiemaat, zoals dat zo mooi heet, maar een prevalentiemaat. Ziet u een afname, maar u ziet ook dat die afname weer aan het afbuigen is. En dat het altijd nog meer dan zo'n 100.000 personen betreft in Nederland. Als we dan ons nu realiseren dat we in feite te maken hebben met twee uitbraken, namelijk één met de klassieke variant en één met de Britse variant, dan ziet u hier wat er eigenlijk achter die getallen zit. He, allereerst linksboven ziet u het aantal nieuwe infecties ten gevolge van de klassieke variant en de Britse variant. En wat u daar ziet is dat die elkaar aan het snijden zijn momenteel en natuurlijk eigenlijk al gesneden hebben. In de zin dat de klassieke variant eigenlijk prachtig afneemt met de huidige maatregelen, mogen duidelijk zijn, maar dat tegelijkertijd die Britse variant in rood opkomt. Dat doet hij met een verdubbelingstijd van ongeveer een week. We wisten dat een week terug dat ongeveer 50-50 was. En u heeft ook gehoord dat de schattingen van deze week 2/3, 1/3 is. En dat betekent dat we momenteel aan wat betreft eerste ziektedagen van personen, met name de Britse variant, zien. En u ziet aan de onderzijde hoe zich dat vertaalt naar de reproductiegetallen. Voor de klassieke variant zitten we eigenlijk heel mooi, ergens in de buurt van de 0,86. Maar u ziet dat
voor zover we konden terugrekenen. En voor de duidelijkheid, dat is altijd nog net voor de aanscherping weer van de maatregelen van december, dat die toen nog boven de 1 zat, namelijk ongeveer 1,28. In verdere berekeningen zien we eigenlijk dat voor de Nederlandse situatie geldt dat die bijna 50% hoger ligt dan de klassieke variant. En dat is hoger dan schattingen die we bijvoorbeeld vorige week nog hier presenteerden. En u zult ook zien hoe zich dat vertaalt naar het beeld voor de toekomst. Met betrekking tot die toename van de Britse variant, hier weer even de voorspellingen en de actuele bevindingen die we krijgen uit onze kiemsurveillance. Dus er wordt een heleboel monsters verzameld. Die worden op het RIVM en op het Erasmus, wordt daar de genetische volgorde bepaald. Dan kan worden nagegaan of het de Britse variant of de klassieke variant of misschien een van de nieuwe varianten betreft. En wat u hier ziet over het verloop vanaf begin december, is eigenlijk de toename die we hebben gezien van de Britse variant en tevens in het rode gebied de voorspelling met betrekking hoe die de klassieke variant gaat verdringen. Dat is domweg door het verschil in reproductienummer. En u ziet dat eind of dat begin maart eigenlijk, en dat zou best nog wat eerder kunnen zijn. Je ziet dat hij omhoog schiet, hè, dat hij dan die klassieke variant zal hebben verdrongen. En dat op dat moment is die Britse variant het dominant virus in Nederland. Nou, hoe vertaalt dit zich weer naar die besmettelijke? Hier is eigenlijk weer dezelfde grafiek weergegeven, maar nu opgesplitst in de klassieke en de Britse variant. Hè, die klassieke variant ziet u prachtig dalen, dus die reageert heel effectief in, wordt sterk geremd door de huidige maatregelen. Maar tegelijkertijd ziet u dat die Britse variant belangrijk toeneemt. En inmiddels zullen die lijnen elkaar dus gekruist hebben. En u ziet ook de berekende aantallen. Dat gaat natuurlijk wel terug tot 20 januari. Hè. Dus inmiddels zullen die weer waarschijnlijk zo ongeveer omgedraaid zijn. Nou, hoe vertaalt zich dat dan naar het toekomstbeeld tenslotte? Ik laat u dat eerst zien met een vraagteken, want ik kom zo op de scenario's terug die berekend zijn met betrekking tot de periode maart-april. Maar we zien hier de nieuwe IC-opnames per dag weergegeven vanaf het begin van de uitbraak in februari-maart. We hebben de piek gezien, de daling in de zomerperiode, weer de stijging in het najaar en de rimpelingen die daar inmiddels in gekomen zijn. U ziet in rood wat er was gebeurd als er geen maatregelen waren genomen in december en januari. Nou, die zijn er wel. U ziet dat die maatregelen ook effect hebben gehad, want we zijn duidelijk afgebogen ten opzichte van de rode lijn. Maar u ziet dat we nu twee lijnen hebben gedaan die uit elkaar beginnen te lopen zo in de tweede helft van februari. En dat is de lijn, gaan we door met alle huidige maatregelen. Ik laat u dat straks in meer detail zien. Of brengen we daar veranderingen aan die je zou kunnen karakteriseren als versoepelingen. En zie je dan niet dat, dat je eigenlijk moet verwachten dat het snel weer gaat toenemen. En dat komt domweg door het feit dat die Britse variant meer maatregelen vereist dan de klassieke variant om geremd te worden. En die R-waarde onder de 1 te krijgen. Nou, dat zie je niet alleen met betrekking tot de IC-opnames. U ziet het hier ook met betrekking tot de IC-plaatsen, de bedbezetting. Nou, ook daar het beeld, momenteel wat dalende, maar de vraag is wat gebeurt er binnenkort. En hetzelfde geldt ook weer, derde grafiek, met betrekking tot de ziekenhuisbedden. Voorzitter. De heer Van Otterlo. Even een verduidelijkende vraag, want het is voor meerdere interpretatie vatbaar. De blauwe lijn is niet strenger eind januari, maar ik begrijp dat het is het loslaten van een aantal maatregelen bij eind januari. De heer Van Dissel. Oké. Ja. Goed, Vin. Ik snap even de verwarring hoor. Het gaat om de aanscherping van eind januari. He, dat die wordt teruggedraaid. Dat is wat hier bedoeld wordt. Nou, dan de scenario's. He, dus we hebben er zijn scenario's gemodelleerd en ik wil u in ieder geval de resultaten daarvan laten zien. Die laat ik weer verschillende grafieken. En een aantal grafieken tonen het effect bijvoorbeeld van vaccinatie en of dat wel of niet alleen maar op persoonlijke bescherming of ook op transmissie werkt.
Of als er geen effect van vaccinatie is, dat zijn straks de kolommen. En de rijen geven de verschillende mogelijkheden van bestrijding weer. Die enerzijds gaan van alles van de huidige lockdown voortzetten. De tweede rij, dat was ook de vraag vorige keer, die gaat alleen maar in op de scholen en de kinderdagopvang. De derde rij ook op het afschaffen van de maatregelen van januari. En de vierde rij gaat zelfs nog verder. Dan gaan we terug naar een situatie zeer ernstig, waar bijvoorbeeld ook het voortgezet onderwijs en winkels en dergelijke weer open gaan. En ik wil meteen benadrukken, dit zijn scenario's. Ze kennen grote onzekerheidsmarges, maar ze geven een beeld van waar we mee rekening zouden moeten houden. Er zit het effect van het seizoen, dat was ook nog iets wat gespeeld heeft, dat is inmiddels ook meegenomen in de modellering. En ook het effect van de afweeropbouw die je nou eenmaal hebt als je de infectie hebt doorgemaakt. Dus dat zit allemaal inmiddels in het model verwerkt. En met betrekking tot de invloed van het vaccineren maken we gebruik van wat bekend is over de vaccinatiestrategie. Er zitten natuurlijk altijd subtiele veranderingen in. Daar zal collega Van Delden straks denk ik ook op ingaan. Voor de modellering is nog gebruik gemaakt van wat op dat moment, medio vorige week, speelde. En de schema's van de te verwachten vaccinaties betreft dat. En dan nog even deze grafiek. U ziet hier een schilderij en dit is geen pijp. Hiermee wil ik even heel duidelijk maken dat het om modelleringen gaat. Modelleringen wil niet zeggen dat we exacte lijn gaan volgen. Het zijn scenario's die je uitwerkt en die je een beeld geven van wat je kan verwachten in bepaalde situaties. Dus, en dan ga ik eigenlijk ook omwille van de tijd, die ik begrijp kostbaar is, eigenlijk door meteen naar de tweede slide. Je kunt de andere straks bestuderen, maar ik denk dat de bedbezetting, omdat dat iets is wat geregeld besproken is en waar we ook getallen van in ons hoofd hebben, meer dan van alleen maar de opnames, wil ik u eigenlijk meenemen naar die scenario's met betrekking tot de bedbezetting op de IC. En wat u hier ziet zijn een twaalftal grafiekjes, hè? De vier rijen en de drie kolommen. Maar als u even kijkt naar de grafiek helemaal linksboven, dan ziet u daar weergegeven, allereerst met de dot, de situatie tot nu toe. Maar u ziet daarna de voorspelling met betrekking tot de te verwachte bedbezetting in dit scenario. Wanneer de vaccinaties gaan lopen zoals die zijn ingepland. En wanneer vaccinaties niet alleen klachten voorkomen, maar ook transmissie voorkomen, dus overdracht voorkomen. En zoals u weet is dat nog wel een onzekere factor of we daarop kunnen rekenen wat betreft de vaccinaties. Waarschijnlijk zal het ergens ertussenin liggen. En waar ligt het dan tussenin? Nou, dat is misschien de tweede kolom, want die laten eigenlijk precies hetzelfde zien. Maar dan alleen wanneer de vaccinaties alleen maar leiden tot een persoonlijke bescherming en geen effect hebben op de overdracht in de bevolking. De derde kolom is de situatie als vaccinatie of helemaal geen effect of niet aanwezig zou zijn. Nou, dat is eigenlijk niet meer een erg logische situatie. Dus ik ga me even concentreren op de eerste twee kolommen. En dan ziet u aan de rechterzijde weergegeven wat we in die modelleringsscenario's verwachten met betrekking tot de maatregelen of een afbouw daarin, zoals weergegeven aan de rechterzijde. Dus de bovenste rijen betreffen de alle maatregelen voortzetten. En alle maatregelen is dus ook het kinderdagverblijf en het primair onderwijs dicht houden. Ook de avondklok, ook de eenbezoekersregeling. Dat is domweg wat u kunt verwachten ten gevolge van met name het opkomen van de Britse variant. En wat u dan dus eigenlijk ziet, dat als u zou besluiten om alle maatregelen voort te zetten, dat je toch als de vaccinatie niet de transmissie gaat voorkomen, en dat mogen we eigenlijk niet verwachten, dat je toch een belangrijke toename ziet van het aantal IC-bedden dat bezet zal worden de komende periode. En die Y-as is behoorlijk gecondenseerd, dus dat is al een behoorlijke toename. Een toename die in feite hoger is dan de golf die we net gehad hebben. Nou, dan gaan we naar de situatie en ik heb hem met een stippenlijn rood omgeven, omdat ik denk dat dat het meest realistische scenario is. En dat is het scenario waarbij binnen een week het kinderdagverblijf en het primair onderwijs wel open gaat.
Nou, u ziet dan dat zelfs al zou de vaccinatie ertoe leiden dat er ook geen transmissie meer is bij degenen die gevaccineerd zijn natuurlijk, dan zie je toch nog een toename van de IC-bezetting. En u ziet dat wanneer die vaccinaties helemaal geen effect zouden hebben op de transmissie, die IC-bezetting behoorlijk oploopt. Zelfs als je alleen maar het primair onderwijs en de kinderopvang opent. En dan zult u zich afvragen, ja, hoe kan dat nou? Het is zo'n geringe handeling dat dat zo'n effect heeft. Nou, dat komt eigenlijk met name omdat die modellen een grote mate van onzekerheid aangeven. Dat ziet u door de geweldige spreiding van dat roze vlak. Want dat is eigenlijk het 95 betrouwbaarheidsinterval van die mediane lijn die u dicht getrokken ziet. Dat is eigenlijk de 50% lijn van de kansen. Dus de helft ligt eronder, maar voor de duidelijkheid, de helft ligt daar ook boven. En blijkbaar is het zo dat we zoveel onzekerheden nog hebben, ook met betrekking tot het uiteindelijk gedrag van die Britse variant. Hoe nou exact dat R-getal daarvan gaat worden. En ik zei u al, hij is al wat naar boven bijgesteld naar aanleiding van de getallen van de afgelopen week. Maar dat zou natuurlijk ook de andere kant op kunnen gaan. Dat zullen we echt per week moeten verbeteren. Maar u ziet dat die onzekerheid zo groot is dat eigenlijk een hele kleine verandering al een heel groot gevolg kan hebben. En dat is eigenlijk waar we tegenaan kijken. De andere scenario's waarbij je ook ertoe zou overgaan om de maatregelen van januari, en dat is dan de avondklok en die eens persoon bezoekersregeling, af te schaffen. En dan ziet u de derde rij. En dan zie je zelfs dat wanneer vaccinatie effect zou hebben op de overdracht van het virus, je eigenlijk al een hele toename, geweldige toename kan verwachten van de IC-bezetting. Tot getallen, zoals u ziet, hè, die tegen of over de 1500 komen, waar we het gewoon op dit moment de IC-bedden niet voor zouden hebben. En het onderste scenario, als je nog verder gaat naar een routekaart van zeer ernstig, waarbij ook het voortgezet onderwijs helemaal open is en de winkels bijvoorbeeld open gaan, dan ziet u dat die onzekerheid niet alleen toeneemt, maar dat ook de verwachting met betrekking tot waar dan ongeveer de 50% waarde in die onzekerheid zit, dat die de grafiek ontstijgt. Dus dit zijn toch wel sombere scenario's die tot een aantal reflecties hebben geleid, natuurlijk ook in het OMT. He, want zelfs als wil je dus het primair onderwijs open doen, en nou, daar kunnen een heleboel redenen voor meespelen, dan ziet u dat je toch een toename moet verwachten die je eigenlijk niet wil. En dat betekent dat je dat primair onderwijs dan toch een zekere hoeveelheid regels meegeeft, die natuurlijk niet welkom zijn, omdat dat allemaal beperkende factoren zijn en ook allemaal moet worden waargemaakt in dat onderwijs. Maar die je toch wel heel graag zou zien om uiteindelijk niet op die middelste tweede grafiek uit te komen. Want dan ziet u toch al dat dat een forse toename is. Nou, wat kunnen we hier verder nog over zeggen en wat is uiteindelijk ook heeft meegespeeld bij de besluit van het OMT? Dat is dat we van Engelse onderzoeken inmiddels toch menen op te maken dat de transmissie wel degelijk in bepaalde hoogte geremd wordt. Zeker geen 100%, maar bijvoorbeeld bij de AstraZeneca en het Oxford-vaccin lijkt dat toch in de grote orde van ongeveer 50% te zijn. En dat betekent dat je dan uiteindelijk ergens uit zou komen met betrekking tot het meest realistische scenario. Tussen die twee scenario's die ik u hier laat zien met die gestippelde lijnen eromheen. Maar voor de duidelijkheid, dat is nog steeds een heel somber scenario. Want eigenlijk ziet u ook dat we met de klassieke variant nu juist zo geweldig mooi op weg zijn om die helemaal te verdringen. En dan worden we helaas weer met zo'n nieuwe variant geconfronteerd die het letterlijk de donkere wolken aan de horizon natuurlijk wel doet ontstaan. Nou, dit beeld, ik kan het allemaal doornemen, maar dat lijkt me niet zo zinvol voor nu. Maar dat geldt ook voor ziekenhuisopnames en voor de ziekenhuisbezetting. En als ik die beelden samenvat, hè, dan denk ik dat het met name is grote onzekerheid. We hebben een risico op een hoge zorgpiek, hoger dan we gehad hebben tot nu toe, ten gevolge van die Britse variant. Zeker wanneer we de strenge lockdown niet zouden voortzetten. En dat is ondanks het feit dat vaccinatie, zoals u straks zult horen, natuurlijk ook zo snel mogelijk wordt uitgerold.
We verwachten wel dat vaccinatie, dat kunt u ook aan die grafieken zien, een flink effect heeft. Maar dat dat effect wel in belangrijke mate ook afhangt of vaccinatie niet alleen de personen zelf beschermt die gevaccineerd zijn, maar ook ervoor zorgen dat het virus minder wordt doorgegeven. Als dat laatste het geval is, is natuurlijk alles erop gericht om die vaccinatie zo snel mogelijk, zo breed mogelijk te maken en te doen uitrollen, allengelang er natuurlijk aanlevering mogelijk is. Nou, dat kwam ook in het OMT-advies terug. U heeft daar kunnen zien dat we voor die primair onderwijs en kinderopvang gaan en dat klikt een collect systeem waar omwille van een heleboel regels daaromheen ook niet een groot negatief effect wordt verwacht, maar dat we tegelijkertijd wel die dingen suggereren met de doorrekening tot nu toe, dat de avondklok en ook de regeling van één bezoeker per huishouden voortgaat. En zoals u weet zal dat de komende weken ook weer onderwerp zijn van OMT-beoordeling. En ook belangrijk, er is gewoon veel onzekerheid. Dit zijn scenario's. We gaan niet zonder meer de scenario's volgen, maar het geeft wel een beeld van wat je kan verwachten. En dan ziet u toch een behoorlijk aantal donkere wolken aan de horizon waar we mee rekening moeten houden. En ik wilde u nog twee dia's laten zien om het toch even ook in het internationaal perspectief te plaatsen. Allereerst de ontwikkeling in aantallen die u natuurlijk ook heeft kunnen lezen in de krant. Bijvoorbeeld Ierland, recent Portugal, maar ook het Verenigd Koninkrijk. En u heeft waarschijnlijk ook kunnen zien dat Ierland, die ja, met de jaarwisseling ongeveer nog het hoogst globaal zat, dat die inmiddels weer tot aantallen teruggegaan is die eigenlijk zeer gelijk zijn aan de aantallen nieuwe meldingen die we nu in Nederland hebben. En dan is natuurlijk Ierland de vraag, speelt daar het Britse variant ook een hoofdrol? Ja, dat speelt u wel degelijk. En wat doet men dan in Ierland? En ik geef het alleen maar ter vergelijk. Om het toch te kunnen onder de knie te kunnen krijgen, om het te laten dalen. En dan ziet u toch dat dat, ik noem het toch wel redelijk draconische maatregelen zijn, namelijk dat huishoudens binnenblijven en in wezen geen bezoek ontvangen. En dat één gezinshuishoudens één bubbelbezoeker mogen hebben die dan verder niet wisselt. Plus eigenlijk alle dingen sluiten, inclusief een heleboel dingen die we in Nederland nog wat meer open hebben. Het goede nieuws is dan, die Britse variant is dus wel degelijk te onderdrukken. Maar het slechte nieuws is natuurlijk dat je wel hele ernstige maatregelen moet nemen om dat voor elkaar te krijgen. En hetzelfde geldt eigenlijk voor de situatie in het Verenigd Koninkrijk. En tenslotte wilde ik u nog laten zien dat die doorrekeningen die wij maken, dat dat niet iets is wat Nederland of het RIVM of de modelleurs hier alleen maar doen en dat dat internationaal niet gevolgd wordt. Integendeel, u ziet hier bijvoorbeeld het Deense rapport, kunt u terugvinden online. Dat is net 1-2 dagen online gezet. En ja, als je dat ziet, zowel wat betreft de analyse van de toename van het aandeel van die Britse variant, dat valt eigenlijk bijna over onze Nederlandse grafiek, die ik daar even in heb gezet, helemaal heen. En wat ze aan de rechterzijde en dan rechts middenonder bijvoorbeeld modelleren, is eigenlijk precies hetzelfde als wij modelleren voor de openen van de kinderopvang en het primair onderwijs. Zij doen dat alleen voor de 0 tot 4-jarigen. Ook zij zien die toename die je dan kan verwachten ten gevolge van de Britse variant eigenlijk in grote mate gelijk aan de toename zoals wij die zien. En u ziet aan de getallen ook wat ze daarvoor aannames hebben gemaakt, net zo goed als ik die van ons heb laten zien. Dus heel kort samenvattend, het beeld nu is natuurlijk gunstig omdat we afname zien, maar dat is eigenlijk een beetje een schijnbeeld door die onderliggende toename van de Britse variant die het rond deze tijd eigenlijk al wat betreft percentage nieuwe besmettingen heeft overgenomen. En dat gaat zich gewoon vertalen omdat de maatregelen daarvoor tot voor kort dus tekort hebben geschoten, want anders hadden we die toename niet gezien, tot een derde golf. En hoe groot die derde golf wordt, ik heb het u aan die scenario's laten zien, is toch natuurlijk zeer afhankelijk van wat aan maatregelen intact blijft. En helaas is dan de conclusie vooralsnog dat daar toch eigenlijk het hele maatregelenpakket, met uitzondering van die paar dingen die dan gaan veranderen, in die doorrekeningen belangrijk zijn om die Britse variant eronder te houden. Dank u wel.